Ik denk dat Hanky Panky Shanghai echt kenmerkend is voor anti-Aziatisch racisme. Het wordt aangeleerd op de basisschool. Het is grappig. Het hoort erbij. Je mag er vooral niet over zeuren. Terwijl ik als klein kind werd het me nog meer duidelijk hoe raar ik wel niet was. En anders. De hele klas kijkt jou aan en doet dat gebaar. En want jij hebt die rare ogen. Ik denk dat het komt omdat iedereen het altijd af en toe als een grapje. Ja, poep Chinees, stink Chinees, je stinkt. Mag ik kat bestellen, eet je hond. Je hebt een gespleet oog trekken, Hanky Panky Shanghai zingen op school. Mensen die zien het ook totaal niet als racisme. Die denken echt van, als je er wat van zegt, dan is het ook direct van, ja, je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Dus je moet je niet zo aanstellen. Het valt wel mee. Mensen snappen niet echt dat het echt grote invloed op iemand kan hebben. Een van de redenen waarom er zo weinig wordt gepraat over anti-Aziatisch racisme is dat er in algemeen in de samenleving weinig tot geen representatie is van Aziaten. En dan heb ik het over politiek, media, onderwijs, werk. En als er representatie is, dan is het vaak stereotyperend. Ik denk dat we ook vanuit huis meekrijgen om niet te praten erover. Als je wordt gepest of er is iets waarvoor je voelt dat is niet normaal, dat mag niet, moet je gewoon je mond houden. Mijn ouders zeiden vroeger al tegen mij bijvoorbeeld van ja, als zolang je stilhoudt, dan word je succesvol in de Nederlandse maatschappij en dan heb je het gewoon makkelijker, dus je moet het gewoon allemaal negeren. En ik denk dat wij als tweede generatie dat gewoon deels hebben overgenomen en dat we eigenlijk nu pas bijvoorbeeld via het internet en social media eigenlijk hebben geleerd dat sommige dingen gewoon eigenlijk helemaal niet oké zijn. Een keer toen ik een acteerklus kon krijgen, had ik eerst een casting. In eerste instantie zou het om een rol gaan voor een meisje die een selfie maakt. En op de casting zelf besloot ze te switchen naar een meisje in een restaurant. Dus toen dacht ik al, ja, ik weet hoe laat het is. En ik moest acteren dat ik in een Chinees restaurant zat. En ik kreeg kakkerlakken voorgeschoteld. En ik verstond de waiter niet. En ik moest allemaal rare, ik moest in accent praten. Dat ik dacht, ik heb geen accent, ik weet niet hoe ik dat moet nadoen. Bekrassen van onze auto's. Vuurwerk door de brievenbus. Er is één incident dat me altijd sowieso bij is gebleven. Dat was op de basisschool, nou hoe oud zou ik zijn, 8 of 9 jaar. En het was na schooltijd, dus we speelden gewoon op het schoolplein. En er kwam een jongen van de buurt, die was iets ouder. En hij had een boksbeugel in zijn hand. En hij kwam heel dreigend en intimiderend op me af. En hij riep en schreeuwde en hij zei van ja, oprotten naar je eigen land en neem die homovrienden mee. Ik was heel bang van, gaat hij me nu neerslaan of wat is dit in godsnaam? Wat ik eigenlijk het allernaarste vind en blijf vinden is de vieze dingen die mannen zeggen tegen je op straat, in de kroeg. Dingen zoals, ja, je bent zeker lekker strak daar beneden of ik hou wel van een Aziatische vrouw. Ik heb een yellow fever. Als mensen dat soort dingen zeggen, dan voel ik me gewoon niet meer één persoon. Maar een soort van druppel in een oneindige zee van Oost-Aziatische vrouwen die er puur zijn ter seksueel genot van mannen. Oost-Aziatische vrouwen worden echt heel erg gehyperseksualiseerd. Dus echt van onderdanig, stil en super sexy en vet exotisch. Ja, één ding wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat ik gaf een leiderschapstraining bij een bedrijf. De deelnemers waren bezig met de simulatie en op dat moment kwam er een senior vice president kwam binnengestormd in de trainingsruimte. En die riep heel hard, wie heeft hier de leiding? En de hele groep keek naar mij, want ik had de leiding. En ik stak mijn hand op en ik zei tegen hem van, ik heb hier de leiding. En hij keek me aan en hij draaide zich om naar de groep. En hij vroeg nog een keer, wie heeft hier de leiding? En stapte naar de eerste witte man in de groep. En het is een onderbelicht aspect van racisme, dat racisme jegens Aziaten zich ook uit, niet alleen op de straat, middels straatintimidatie, maar ook op werk, waar Aziaten continu niet serieus genomen worden qua leiderschapskwaliteiten. Vooral omdat ik natuurlijk zelf en niet de hete actief bij Silsa, dat ik er Chinees uitzie. Ik bedoel, voor mij ben ik natuurlijk eigenlijk gewoon een Nederlander. Net zoals dat ik bijvoorbeeld, als ik de vergelijking mag trekken, ik stel niet de hele tijd bij stil dat ik bijvoorbeeld op mannen val. Dan ga ik niet de hele tijd denken van, oh ja, ik ben dat, ik ben dat, ik ben dat. En dat de ander mij altijd daarop bewust van maakt, dat is natuurlijk een microagressie. Gewoon, jij bent anders dan ik, of jij bent anders dan een grote groep.
Vroeger haatte ik het echt om Chinees te zijn. Dus ik werd onzeker over mijn ogen, hoe ik eruit zag, hoe ik deed, hoe ik sprak. Ik lette ook echt op hoe ik mijn make-up deed op de middelbare school. Ik had altijd grotere ogen, ik wilde altijd witter zijn. Ik wou mijn neus groter laten maken. Ik wou hormonen gaan slikken zodat ik langer word. Zodat ik meer voldoe aan het Nederlandse beeld van een witte Nederlander. Ik ben heel onzeker geweest, nu nog steeds wel eigenlijk, over mijn uiterlijk. Omdat vanaf jongs af aan gewoon tegen mij is gezegd op indirecte of directe manier van ja, je bent lelijk, Chinezen zijn raar. Ik dacht ook van, ik wil niet meer Chinees zijn. Ik wil ook een witte Nederlander zijn met blond haar, lang en blauwe ogen. Want dan krijg ik al die opmerkingen niet. En dan ben ik geen stink-Chinees en ben ik geen vieze hondeneter of zo. En dat ik pas veel later in mijn leven erachter ben gekomen van het ligt niet aan mij, het ligt aan de samenleving. Maar de samenleving creëert, heeft wel een invloed op mij gehad dat ik continu dacht van ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet wit genoeg. Ik ben niet Nederlander genoeg. Geen hakje pakje Shanghai meer zingen op school. Ja, nee, ik hoorde laatst dat het nog steeds wordt aangeleerd op pabo's. Aan dus de nieuwe juffen en meesters en leerkrachten. Dat het Chinese verjaardagslied is. Dus ik zou graag willen oproepen dat mensen daarmee stoppen. Educaten, je kinderen, andere kinderen. Oude mensen ook. Oude mensen moeten ook echt gaan begrijpen dat de nieuwe generatie wat te zeggen heeft. Uitspreken, gewoon blijven uitspreken. Omdat het natuurlijk voor een hele grote groep mensen niet evident is dat het discriminatie is of racisme. Dus zodra je die mensen daar bewust van maakt, dan komt het hopelijk een beetje goed. En ten tweede, ik denk gewoon echt betere representatie in vooral, ik denk, de media, het onderwijs, de kunsten, de politiek, het straatbeeld, de talkshows, de tijdschriften, etc. Omdat daar zoveel dezelfde gezichten te zien zijn en nou ja, laten we het wat diverser maken. Er moet meer aandacht besteed worden in onderwijsmateriaal om dat inclusiever te maken, om dat representatiever te maken, om alle racistische elementen uit het onderwijssysteem te halen en ook meer aandacht te besteden aan onderwijs over discriminatie. Ik denk ja, meer bewustwording is het enige wat echt gaat helpen tegen anti-Aziatisch racisme. Juist omdat het zo gebagitaliseerd en genormaliseerd is. De mensen die het nu zien spreken elkaar gewoon aan op gedrag. Probeer niet stoer te doen voor je vrienden, want het is niet stoer en je kwest er mensen mee. Ga lekker andere grappen maken die iedereen grappig vindt. Ja, er wordt echt niks van je afgepakt als je niet meer tegen een Chinees kunt zeggen dat hij spleetogen heeft.